Welkom in Kamp Amersfoort allemaal. Dit is nou niet bepaald een leuk uitje. Ik kan jullie geen leuke verhalen vertellen. Dat worden serieuze verhalen over wat hier is gebeurd. Toen de gevangenen hier binnenkwamen, moesten ze zich uitkleden. Ze werden kaal geschoren en ze kregen een merkteken. En ze kregen ook een nummer. Als je geen naam meer hebt, dan ben je niemand. Alleen een nummer. Dus iedereen moest werken. De hele dag door. Kamp Amersfoort was een onderdeel in het enorme netwerk van concentratiekampen van de nazi's. In totaal hebben meer dan 45.000 mensen, voornamelijk mannen, hier vastgezeten. Het zijn verhalen die niet vergeten mogen worden. En voor we het weten vergeten we ze. Gelukkig blijven we het op deze manier herhalen. Deze dingen zie je ook niet elke dag. De meeste van deze dingen wist ik geen eens. Het gekke is, dit is een doorgangskamp geweest. Dat betekent eigenlijk dat hier nooit doden hadden mogen vallen. 4 jaar lang was kamp Amersfoort de hel op aarde. 649 gevangenen werden hier op brute wijze vermoord. Door middel van uithongering, mishandeling of executie. Dit is de fotowand en het zijn foto's van alle mensen die hier gevangen hebben gezeten. Ik dacht dat het hard moet werken en dat je vrijkomt, maar eigenlijk was het nog heftiger dan ik dacht. Het geeft wel een beetje een naar gevoel zo, van dat hier mensen gewoon keihard hebben gewerkt en dood zijn geschoten. En eigenlijk niet echt iets heel ergs hebben gedaan. Het was eigenlijk gewoon mishandeling. Als je hier zat, mocht je maar 1 keer per maand brieven van je vader en moeder ontvangen. Boven in die cel zaten tralies. Hij heeft dat met dat zaagje van zijn lepel doorgezaagd. Heeft de tralies opzij gebogen en is er doorgegaan. En dan zegt ze, het kan niet. Ja, wel, kan wel. Want de mensen waren zo mager dat ze makkelijk door die tralies konden. Dit is wel schokkend van dat mensen dat ook gewoon hebben kunnen doen. De verhalen komen echt binnen van wat er allemaal is gebeurd. En ook de realiteit ervan. Het is gewoon heel heftig. Het gebeurde hier, hè? Het gebeurde in kamp Amersfoort, maar in al die kampen. En hoeveel mensen zijn er omgekomen in de Tweede Wereldoorlog? Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat we erover praten. Ook dat het nog een keer gebeurt. Want wij zijn hier omdat we willen dat we nooit meer oorlog krijgen. Maar er worden nog steeds mensen doodgeschoten die misschien niets gedaan hebben. Een paar weken geleden stond precies zo'n foto in de krant. Dat is gewoon een beetje gek, want het is hier heel heftig aan toe geweest en zo. En dan komt er gewoon nog een keer een oorlog. De boodschap van gewoon vrede, geen oorlog meer, dat komt gewoon over. En dat is het belangrijkste, vind ik voor mij persoonlijk. Dat je dingen realiseert dat het niet zomaar normaal is dat we hier in vrede leven en in deze tijd. Dit is gemaakt ter nagedachtenis van de mannen die hier hebben gezeten en dood zijn gegaan. En wij moeten zorgen dat dat nooit meer gebeurt.